Jij hebt ook, je bent een voorstander voor ervaringsdeskundigheid, heb ik begrepen. Ja. Ja, ik vind het heel belangrijk om dat in te zetten. Wat is ervaringsdeskundigheid precies? Nou ja, ik maak ook altijd het onderscheid tussen iemand die ervaring heeft en iemand die deskundig is. Weet je wel? Dat zit samen in één woord, dus dan moet je wel even helder hebben wat dan ervaringsdeskundig is. Ja? Iemand die ervaring heeft is leuk, maar iemand die ervaringsdeskundig is, die is getraind om met zijn ervaring te kunnen werken. En dat kan op heel veel verschillende manieren en er zijn een hele hoop trainingen. Ja. Maar wat het voor mij zegt, is dat je overstijgend naar je eigen situatie kan kijken. Ik heb dus ook hele veel dingen meegemaakt, maar als ooit iemand mij iets bevraagt op dat onderwerp, dat ik niet gelijk in tranen uitbarst en vanuit de herbeleving als het ware ga vertellen hoe dat voor me was. Terwijl je er toch over kunt vertellen. Ja, precies. Maar als ervaringsdeskundige kun je ook overstijgend kijken en je kunt ook kijken naar hoe het anders had gekund en hoe het beter had gekund. Ja, het gaat om dat stukje training. En ook heel belangrijk dat je ook niet alles vertelt. Want soms wil je dingen niet vertellen. Ervaringsdeskundigen weten precies wat ze wel en wat ze niet willen vertellen. Waar ze op in kunnen gaan en waar ze niet op in kunnen gaan. Dat vind ik belangrijk. Dus deskundigheid, dat moet ook getraind worden, moet getoetst worden. Dat moet ook ondersteund worden. Ja. En waarom dan? Waarom is ervaringsdeskundigheid volgens jou belangrijk? Ik denk dat je zonder ervaringsdeskundigen geen goed beleid kan maken. Ik denk niet dat je... Want even voor de helderheid dan, want je legt net uit wat het verschil is tussen ervaring en kunnen vertellen over je ervaring en ervaringsdeskundigheid in de zorg. Wat betekent dat precies? Ervaringsdeskundige in de zorg? Ja, of in hulpverlening. Hoe kan dat een plek hebben in het organiseren van de zorg en hulp? Nou ja, als je bijvoorbeeld gaat kijken naar beleid maken, dat je niet alleen maar... Ik vind ervaringsdeskundige een soort van tweede niveau waar je praat over problematieken of ervaringen. Als je iemand bevraagt wat heb je meegemaakt, dan is dat makkelijk te vertellen. Maar als je iemand met een ervaringsdeskundige kun je ook vragen hoe heb je dat ervaren en wat zou er beter kunnen. En dan kun je ook aan iemand vragen die alleen ervaring heeft, maar een ervaringsdeskundige die weet daarin veel beter. Die kan daar overstijgend in denken. En die heeft erover nagedacht. Die is daarin gesproken. Om daar een antwoord op te voeren. Dus iemand met ervaringsdeskundigheid, die kan in een situatie zijn ervaring inzetten om te kijken van wat gebeurt hier, hoe doen we de dingen hier precies, en precies, hoe kunnen we dan op basis van die ervaring van binnenuit, zeg maar, dingen verbeteren. Ja, zo zie ik dat. Een ervaringsdeskundige kan ook bijvoorbeeld een jongere ondersteunen. Dus nog niet zozeer met een beleidsmaker in gesprek of met een wethouder in gesprek, maar gewoon met een andere jongere in gesprek. En dan niet als hulpverlener, maar als maatje. Meer zo van, hey, ik heb dat ook meegemaakt, ik weet wat je voelt, ik weet hoe dat eruit ziet. Maar ik kan je ook perspectief geven, want ondanks dat je nu denkt op je 16, oh, ik trek het allemaal niet meer en het komt nooit meer goed, kan ik je laten zien dat ik dat ook heb gedacht, maar nu 21 ben en gewoon een baan heb en dingen op orde heb. Ik denk dat dat ook een stukje ervaringsdeskundigheid is. Ja. Dus dat je in kunt zien in welke situatie die ander is, maar dat je dan ook uit die situatie kan stappen en kan laten zien dat het ook anders kan. En zo zijn er meerdere dingen die ervaringsdeskundigen, waar je ervaringsdeskundigen voor in kan zetten. Het is niet alleen in gesprekken, het is ook meedenken over hoe een avond georganiseerd moet worden om informatie op te halen. Omdat ervaringsdeskundigen ook dingen voelen of weten. Een voorbeeld is bij het jongerennetwerk gaan we met de kerst en Sinterklaas gaan we altijd een activiteit doen. Omdat dat gewoon een wat moeilijkere periode is voor mensen die binnen de jeugdhulpverlening hebben. En niet voor allemaal, ik wil niet iedereen op één kam scheren, maar vaak is het zo dat jongeren toch wel een soort van stress krijgen of er toch een beetje last van krijgen dat ze niet bij hun eigen familie kunnen zijn. Ja, en als je dan een groep jongeren bij elkaar hebt die allemaal datzelfde gevoel hebben, dan kun je daar wat mee. En dat is iets wat, je als ervaringsdeskundige snapt. Een professional snapt dat ook, maar ik kan het voelen als ervaringsdeskundige. En daar zit gewoon een verschil. En dat verschil, wat heeft dat dan voor een effect? Ik denk dat ik door dat verschil, ik wil niet zeggen beter, ik wil ook niet zeggen makkelijker, maar wel op een andere manier in contact kan komen met jongeren. Op een ander niveau. En soms heb je aan een half woord genoeg. En ik wil niet zeggen dat het professioneler is of sterker is, maar voor jongeren kan dat soms wel helpend zijn. Dat je daar niet heel veel woorden aan vuil hoeft te maken, maar dat, dat,
dat een gevoel al duidelijk is, omdat je het gevoel kent. En daarmee kun je elkaar ook ondersteunen. Dan, het is ook niet raar dat je dat gevoel dan hebt. En als een professional dat tegen jou zegt, ja, je mag voelen wat je voelt, dan denk ik, ja, dat zeg je vanuit je boekje. Maar als ik vanuit datzelfde gevoel tegen je zeg, ja, ik voel hetzelfde, ja, het is niet anders. Laten we iets leuks gaan doen, laten we zorgen dat we mee om kunnen. Dan komt dat heel anders binnen. Terwijl dat ik ook een professional ben en eigenlijk hetzelfde zeg, maar op een net iets andere manier. Ja, kun je een voorbeeld geven van hoe je dat, van een situatie waarin je hebt meegemaakt en als je terugkijkt waarvan je dacht van in deze situatie zou het heel prettig zijn geweest als er een ervaringsdeskundige mij had kunnen begeleiden. En daar had ik behoefte aan gehad, want... Ja, ik met het zoeken naar een woning, dat was een zwaar traject. Ik moest een woning gaan zoeken, ik was 17,5 en ik had eigenlijk geen idee hoe of wat en wat er van me verwacht werd en hoe dat eruit zag. En dan kon ik dan wel bij mijn hulpverlener terecht. Mm. Ja, dat was in het laatste traject van de kamertraining. En die had nog maar 1 uur in de week, of nee, 1 uur in de maand tijd voor mij. En dat was omdat ik zo zelfstandig was. Maar ja, in een uurtje, dan ga je bespreken wat is er de afgelopen weken allemaal gebeurd. En dan vertel je dat en dan is het uur voorbij. Dus de echte vragen die je wilt stellen, ja, daar is heel weinig ruimte voor. Ja. En als er dan iemand jou aan de hand mee kan nemen, kan zeggen, hey, je moet even hierop letten, je moet even daarop letten. En dat IB60 formulier, ik weet niet of je het kent. Nee. Belastingtechnisch. Ja. Maar een IB60 formulier, daar staat dan iets over je inkomen op. Die kan je nu al aanvragen, want als je zo meteen een woning hebt, dat IB60-formulier is een jaar lang geldig. Dus dan hoef je niet, als je de woning toegewezen krijgt, ook nog snel naar de Belastingdienst toe om die IBS, of gemeentehuis toe om IB60-formulier. Ja. Ja, dat zijn allemaal van die kleine tips en tricks, die kan je als professional geven en daar kan je een checklist voor maken. Maar een ervaringsdeskundige kan het even met je doen. En dat voelt gewoon heel prettig. Mm. Tenminste, dat lijkt mij heel erg prettig. Want ik heb het niet op die manier ervaren, maar ja, doordat ik ervaringsdeskundige ben en andere ervaringsdeskundigen ken en wij dat nu inmiddels aan het doen zijn, merken we gewoon dat jongeren daar heel erg sterk van worden, dat ze daar een fijn gevoel bij hebben. Want ze doen het wel zelf, zonder hulp van een professional, maar wel met ondersteuning. En dat geeft toch een bepaald gevoel. Als ik alleen Heb je ook professionals meegemaakt die dat ook konden, terwijl ze die ervaring misschien niet hadden, maar op een ander front? Of... Nou ja, ik denk dat je als professional, hè, je werkt met mensen, altijd je eigen ervaring meeneemt om een ander te ondersteunen, begeleiden, te helpen. En dat een opleiding ook een ervaring is, weet je wel. Dus uiteindelijk doet iedereen het wel een beetje. Alleen, ik denk dat het grote verschil is tussen een professional die ervaringsdeskundig is en een professional die dat niet is, dat daar een stukje, ja, het is een gevoelsdingetje. Ik had ooit een begeleider die mij dus ook vertelde, ik heb ooit ook de kamertraining gedaan. En dan heb je een heel ander gesprek. Dan zit je op een heel ander niveau met elkaar aan tafel, heb je het over hetzelfde onderwerp, maar dan krijg je gewoon een ander gesprek. Kun je uitleggen wat er dan gebeurt met jou als je in gesprek bent? Wat is het verschil als je daar zit en jij... Als dat gaat vanuit ervaringsdeskundigheid of vanuit een professional? Dan is het meer van een gelijkwaardige positie uit ofzo. Het is een beetje zo van, oh, heb je dat dan ook zo gedaan? En hoe was dat dan voor jou? En dan maakt zij als professionals nog wel de keuze om daar die informatie te filteren die ze nodig heeft om je verder te helpen. Maar is dat op een ander niveau? Als ik bijvoorbeeld ga praten over financiën, hè, ik ga op een bepaalde manier om met mijn financiën, maar degene waar geen ervaringsdeskundigheid was, gaat het gesprek er vooral over. Hoe doe je dat dan en hoe werkt dat dan en hoe kun je aantonen dat je het goed doet en bijvoorbeeld met een kasboek inrichten. Maar doe je het met een ervaringsdeskundige, dan gaat dat gesprek veel meer van hoe heb jij dat dan ook gedaan en hielp dat. En, het is net dat dingetje, ik kan het niet echt goed verwoorden, maar het is wel een bepaald gevoel. En wat is er nodig voor goede ervaringsdeskundigheid? Training. Weet je, als je ervaring hebt, dan is dat heel erg goed. Maar je moet ook over je ervaring kunnen praten. Je moet daar naar durven en kunnen kijken. Je moet daar keuzes in kunnen maken of je iets vertelt of niet vertelt. Als je geraakt wordt, hoe ga je daar dan mee om?
als je iets niet wilt, hoe ga je daarmee om? Weet je, en dat zijn allemaal dingetjes waarvan ik denk, ja, je kan iemand met ervaring gewoon neerzetten en een interview laten doen. Of je kan iemand al een keer voorbereiden op dat interview. Heb jij zelf ervaring, terwijl je in de jeugdhulp of in de jeugdzorg zat, allebei heb je ingezeten, met ervaringsdeskundigen die jou begeleiden? Nee. Niet op die manier, wel professionals die zelf ervaring hadden, weet je wel, maar niet een ervaringsdeskundige die meeging of zo. Nee. Wat zou de grote verschil kunnen zijn dan als je wat kan er dan dus heel anders als er dus meer ervaringsdeskundigheid zou zijn? Ik denk dat begrip een groot dingetje is. Een groot dingetje, dat klinkt niet echt krachtig, hè? Ik denk dat begrip een groot ding is. Mm-hmm. Omdat, een voorbeeld wat ik kan noemen is een jongen die heeft gesloten gezeten en die moest in de ISO. En isoleercel bedoel je? Isoleercel, ja. En die werd door zijn professionals in de isoleercel gegooid. Ja. Op een dag was er een moment dat de jongen daar weg was, maar wel diezelfde begeleider nog een keer terug tegenkwam in dezelfde setting. En toen heeft hij gezegd, ik zou jou wel eens een keer in de ISO willen gooien. De professionals zeggen, nou, dat wil ik wel eens meemaken, dan hoe is dat dan? Toen die deur op slot ging, toen pas ging die professional nadenken over wat dat wel niet is om in een isoleercel gegooid te worden. Hmm. Uiteindelijk is die professional een aantal uur later uit de isoleercel gehaald. Dus ze hebben gezegd, je blijft 5 minuten zitten, maar dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben hem echt een paar uur laten zitten om te laten voelen hoe dat dan is. Wow. En toen hij uit de isoleercel kwam, het eerste wat hij zei is, de eerste volgende keer dat ik iemand in een iso moet gooien, is dit de ervaring die ik meeneem. Dus deze jongen is professional geworden, die werkt dus nu ook binnen een jeugdgevangenis. Zijn allerlaatste redmiddel is die isoleercel. Dat wil hij, hij is eigenlijk niet de voorstander van de isoleercel, hij wil het eigenlijk niet inzetten, omdat hij weet hoe het is om daar te zitten. En hij weet nu ook, vanuit die wetenschap kan hij dus bepalen, is het nu nodig of niet. Terwijl dat een ander vanuit een checklist zegt, nou, hij zegt vraag voor zichzelf of we gaan hem gewoon in de iso zetten. Ja, dus, ja, het is een... Kijk, dus jij zegt die beleving van binnenuit, van het meemaken zelf, van de situatie waarin dus de jongeren in jeugdhulp of jeugdzorg zit. Ja. Dat is het verschil, dat het verschil. Je daarmee meer kan. En zelfs die professional kan het niet zo ervaren zoals hij het heeft ervaren. Want die professional heeft het maar voor een paar uur zo eventjes voor de gein. En weet dat hij uiteindelijk, als hij eruit wilde, dat hij er... Maar die jongen die kon er niet uit. Ja. En waar kan dat dan? Dus je zegt begrip. Wat doet dat dan met je als je in de shit zit, zou ik maar even zeggen, en er is dat begrip? Waarom is dat belangrijk? Ik denk dat als je, misschien is het allergrootste verschil wel dat het qua gevoel dat een professional tegenover je zit en een ervaringsdeskundige naast je zit. En ik zeg niet dat alle professionals tegenover je zitten, maar als mijn professional die tegenover me zit nog nooit een joint heeft gerookt en ik heb gebloot, maar ik voel me niet zo lekker en ik moet gaan vertellen dat ik heb gebloot. Dan weet ik dat ik gezeik krijg. Ook al kan hij heel professioneel reageren en mijn beeld is, ik krijg gezeik. Als ik van de professional tegenover me weet dat hij ook heeft gebloot en dat hij dat gevoel kent, dan kun je erover gaan praten, omdat je dan die verbinding al kan. Mm. Ik denk dat de kleine dingetjes zijn. Ja, noem het met een auto-ongeluk. Iedereen weet hoe het is om een auto-ongeluk te hebben, of hoe dat eruit ziet, of wat daarin is. Maar een stukje zelf hebt meegemaakt, kun je op een heel ander niveau over dat auto-ongeluk praten. Ja. Ja, dat is nogal een verschil. Ja. En dan zeg je dus ook misschien wel, er is dus, eigenlijk hoor ik jou zeggen, er is een hele beleving die schuil gaat achter waar je dan in zit. Ja. En als je die kent vanuit daar verkeerd te hebben een tijd, of in ieder geval er contact mee maken, en dat kan, want dat kan dus misschien ook vanuit een hele goede professional die daar gewoon aandacht voor aan kan besteden. Ja. Ja. Dat is iets anders dan hoe je gewend bent om vanuit alle goede bedoelingen te ondersteunen en de richtlijnen of dat wat we geleerd hebben om tot een oplossing te komen, te volgen. Maar om vooral met jou te zijn als patiënt of cliënt of mens in ieder geval met iets waar die mee te dealen heeft. Om daarbij aan te kunnen sluiten, om te kunnen kijken van wat is hier dan nu een passende antwoord, oplossing. Ja, precies. Ja. Ik ben ervan overtuigd dat menswerk niet volgens een bepaald schabloon kan. Ik heb natuurlijk heel veel geleerd binnen mijn opleiding, pas dingen toe. Uiteindelijk zijn we allemaal mensen en kun je gesprekstechnieken toepassen om iets voor elkaar te krijgen.
Maar ik merk gewoon binnen mijn werk ook dat jongeren weten wanneer je oprecht bent of niet. Ik heb een voorbeeld, binnen het project hadden we 2 stagiaires. En we beginnen altijd onze vergadering met hoe zit je erbij. Mm-hmm. Daar zit een theorie achter. Ik wil graag dat iemand in het hier en nu is. En als iemand in zijn hoofd ergens mee bezig is en er ergens mee zit. En hij heeft dat niet uitgesproken, is het makkelijker om daarna terug te gaan. En als wij van elkaar op de hoogte zijn dat iemand ergens anders met zijn gedachten kan zijn, kan je diegene daarop aanspreken. Dus nou ja, op het moment zit ik er niet zo goed bij. Dan vertel ik dat eerlijk aan de jongen. Nou, dit is op dit moment in mijn leven aan de hand. Want er waren 2 stagiaires en die krijgen vanuit de opleiding aangeleerd. Zo van, het gaat niet om hoe het met mij gaat. Het gaat vooral om hoe het met de jongeren gaat. Dus die zitten bij het puntje, hoe zitten we erbij? De jongeren vertellen heel erg open over op dat moment over hun leven. En zijn professional zegt, ja, ik ben druk met school en met werk. En dat was het. En dat doen ze een paar keer. En op een gegeven moment merk je dat die groep jongeren dus niet meer zo open gaan praten over hun eigen ervaring. Want zij voelen dat die professional dat ook niet doet. En ik merk nu weer, nu die stagiaires er niet meer zijn, en ik weer dat open verhaal daar gewoon neerleg, dat jongeren mij daar ook gewoon op aanspreken. Zo van, hé, ja, we merken gewoon dat jij dat gewoon vertelt. Als jij kut in je vel zit, dan zeg je gewoon, ik voel me kut. En daar kunnen we nu niks aan veranderen, en we hebben een vergadering, we gaan gewoon door, het wordt geen huiluurtje. Maar het kan wel, er is ook ruimte om bij jou te zien dat het niet altijd goed gaat. En dat zijn van die dingetjes waarvan ik denk, van ja, daarin verschil ik met een professional. Je kan ook een professional daaraan opleiden dat je dat moet doen. Maar ja, ik doe dat omdat ik die ervaring heb. Omdat ik weet hoe het is om met een professional aan tafel te zitten die achter zo'n boekje verschuild gaat. En hij zijn rol speelt in plaats van mensen is die toevallig wat geleerd heeft. Ja, die hij geleerd heeft natuurlijk, omdat hij graag een bijdrage wil leveren. Precies, ik zeg ook niet dat het slecht is, maar voor mij is dat niet de manier van werken. Dat vind ik niet fijn. En ik merk dat heel veel jongeren... Want jij zegt, jij kan daardoor niet dat wat er in jou leeft en speelt... waar het om gaat, dat kan er niet helemaal zijn. Nee. Dan kan je niet helemaal mee uit de voeten. Ja. Terwijl dat nou juist waarschijnlijk belangrijk is. Precies. Om mee uit de voeten te kunnen. Precies. Ja. Ik kan me ook nog wel herinneren dat er een periode was in mijn leven binnen de jeugdhulpverlening. Dat er aan mij gevraagd werd, hoe gaat het met je? Maar dat een soort van checklistvraag was. En dan was mijn antwoord altijd, het gaat goed. Maar ik kan me ook nog een moment herinneren dat een hulpverlener tegen mij buiten tijdens het roken van een sigaretje aan me vroeg, hoe gaat het nou echt met je? En dat ik toen in tranen uitbarst omdat het helemaal niet zo goed ging. En ja, dat moment, dat verschil, ja, dat zit in zoveel dingetjes, maar ik denk dat het te maken heeft met gevoel. Dat je het gevoel hebt dat je daar op dat moment mag zeggen en zijn wie je bent. En tijdens zo'n checklist momentje is dat niet. Dan moet het eventjes voor de voortgang van de rapportage en het gaat goed. Ja, het gaat misschien niet altijd alleen maar om helemaal te kunnen zijn met alles wat er in je is. Want soms zijn er misschien ook wel juist grenzen nodig en schop onder je kont, zal ik maar zeggen. Precies. Ook heel belangrijk. Maar dat kan dan misschien ook als dat aan de orde is, omdat iemand jij zegt eigenlijk, er is aandacht nodig voor wat er op dat moment aan de orde is in mijn belevingswereld. Ja. En daarvoor in moet mijn er daar aandacht voor en zijn. En dan moet je dan aan mij vragen en niet vanuit de theorie weten hoe de belevingswereld van een jongere is. En dan, dat zou wel... Nee, want dat is weer... Een schabloon. Ja, precies, dat is weer dat schabloon. Hmm. Terwijl dat als ervaringsdeskundige, ja, ik kan me voorstellen dat iemand een bepaald gevoel heeft. Ja, hoe leg je dat nou uit? Nou, bijvoorbeeld als je bang bent voor de tandarts. Als jij, je hebt vast wel... Ben je bang voor de tandarts? Nee. Nee. Je kent vast wel iemand die bang is voor de Zeker. Tandarts. Als en nu een derde persoon hier aan de tafel bij komt en die gaat praten over dat hij bang is voor de tandarts, kun je een gesprek met hem hebben. Ik ben als de dood voor de tandarts. Dus ik heb een heel ander gesprek. En ik maak verbinding op dat punt van, ik ben ook bang voor de tandarts. Ondanks dat ik bang ben voor de tandarts, ga ik er wel naartoe, want ik weet dat het goed voor mij is. Ik kan dus op een heel andere manier met diegene in contact komen dan jij. En ik denk dat dat de kracht is van ervaringsdeskundigen. Dat je vanuit die beleving daaruit kunt praten met een jongere of met een mens.